middag kunnen zijn en een heleboel verenigingen en aanbieders uit de zakenwereld bij elkaar kunnen brengen om te kijken of ze iets voor elkaar kunnen betekenen. De Alderse uitdaging draait nu ongeveer een jaar en de resultaten die ik zie zijn echt om blij van te worden en ik hoop dat vanmiddag een kerstje op de slagroom wordt. Ik ben heel blij dat de Aaltische uitdaging de initiatief georganiseerd heeft. Waarbij vooral de maatschappelijke betrokkenheid van ondernemers. In de belangstelling staat niet alleen dat accent krijgt, maar ook de diensten die daar verleend worden. Diensten trouwens die met niet gefactureerd kunnen worden in geld. Maar diensten die gefactureerd worden, om het zo maar eens te zeggen, op een andere wijze aanbod en vraag in de dienstensector. En daar ben ik heel erg blij mee dat dit initiatief met zoveel bedrijven, ik weet niet precies hoeveel, dat hoor ik straks, en zoveel betrokkenheid bij. Er zijn drie hoeken waarin gehandeld gaat worden op deze beursvloer. De hoek lieden, hoekmannen hebben ook een jasje aan, alsof het een echte beurs betreft. Dus mooi initiatief wat navolging verdient. Ik wil heel graag alle hoekmannen en vrouwen bedanken
uiteraard voor. Bedankt, want zonder jullie.